Je wil natuurlijk het beste uit je PlayStation 5 halen. Daarvoor is het belangrijk dat je de juiste accessoires hebt. Denk bijvoorbeeld aan een goede gaming monitor en een gaming headset. Ik ben Gilbert en in deze video vertel ik wat je nodig hebt om een complete PS5 setup te maken. We beginnen dan even met het beeld. En hiervoor hebben we een televisie of een monitor nodig. En omdat de PlayStation 5 4K beelden ondersteunt en 120 fps, raad ik het je aan om een televisie of een monitor te kiezen met 4K resolutie en minimaal 120 Hz. Het is ook verstandig om te kijken naar de input lag. En dit is de vertraging die je krijgt tussen de actie op je controller en uiteindelijk het resultaat op je beeldscherm. Bij gaming monitoren is de input lag al vaak heel erg laag, maar bij televisies ligt deze vaak wat hoger. Daarom zou ik bij televisies kijken naar een input lag van maximaal 20 milliseconden. Het geluid is net zo belangrijk. Je kunt kiezen voor een soundbar, een setje speakers, maar ook voor een gaming headset. En wat ik zo fijn vind aan een gaming headset is dat je echt helemaal mee wordt genomen in de game. Je hoort alles om je heen, je hoort de vogeltjes fluiten, je hoort waar je vijanden vandaan komen. Je hebt geen last van anderen en anderen hebben ook geen last van jou. Bij de gaming headset zit vaak ook een microfoon die belangrijk is als je online gaat gamen en je met je vrienden wilt praten. Bij de PlayStation 5 krijg je een DualSense controller. Maar wil je met je vrienden gaan gamen, dan heb je een extra controller nodig. Deze is beschikbaar in verschillende kleuren, dus dan kan je altijd je favoriete kleur kiezen. Nou, ben jij van plan om een specifieke game te gaan spelen? Denk aan Formule 1 of Gran Turismo 7. Kan natuurlijk hartstikke makkelijk met deze DualSense controller. Maar misschien is het dan leuk om een specifieke controller te kiezen, zoals bijvoorbeeld een racestuur. Dan zijn er natuurlijk nog zat andere accessoires om je PS5 setup af te maken. Als je veel games hebt, kun je bijvoorbeeld denken aan extra opslag, zodat je meer spellen kunt opslaan. En zelf vind ik het altijd fijn om een oplaadstation te hebben, zodat ik mijn controllers tegelijkertijd kan opladen. Na het spelen plaats ik mijn controllers dan in het oplaadstation en als ik wil gaan gamen, weet ik zeker dat mijn controllers vol zijn. Ik kan echt nog uren doorpraten over nog meer toffe gaming accessoires. Een gamingstoel, PlayStation VR, een hoop RGB-verlichting. Maar wat ik hiervoor heb benoemd is toch wel echt het belangrijkste voor je PlayStation setup. Heb je nou nog vragen? Stel ze rust in de comments en dan kom ik er zo snel mogelijk op terug. Bedankt voor het kijken en ik zie je gauw weer. Doei!